Nou, ik maak de portemonnee open, ik zoek naar een 2-euro-stuk. Ondertussen kijkt hij belangstellend in mijn portemonnee. En toen zegt hij tegen mij, u kunt heel wat meer missen. Het verlos hem, kunt u mij horen? Ze hebben nu wel een prijsplafond voor ons allemaal gerealiseerd. Ja, we zullen zien. Moet ook nog uitgevoerd worden. Ja, en het kan pas in januari, dus we krijgen volgens mij 190 euro in die andere maanden. Die krijg ik ook 190 euro. Ja, iedereen. Iedereen? Iedereen krijgt 190 euro, ja. Ah, het is een beetje AOW-systeem. Ja. Ze kregen het niet op tijd gefixt. Dus toen hebben ze gezegd, nou, 190 euro. Ja, dat is een bekend probleem. Natuurlijk vind je dat de AOW ook voor miljonairs bestemd is. Of zou het handiger zijn om die geld wat je overhoudt voor miljonairs die het niet nodig hebben. Maar laten we eerlijk zijn, iemand als ik heeft het eigenlijk ook niet nodig. Zou je dat dan aan meer arme sloepers onder de AOW'ers. Je zou zeggen van wel, maar vaak wordt volgens mij praktisch dan gezegd, het is zo ingewikkeld, laten we het maar niet doen. Ik vermoed dat dat inderdaad juist is. Geef het iedereen maar. Ja, en bovendien, het drukt toch ook op het knopje van de solidariteit. Het is voor iedereen. Ja. Ja. Het wordt best nog spannend, hè, want je geeft eigenlijk een soort van vrije cheque. Schrijft ze uit. Ja, dat is een ongetwijfeld verhalen zijn van mensen die, wat is het, zei je 190 euro? Ja. Die in één week door naar de snackbar gaan en voor 190 euro van die vieze dingen eten. Maar ik bedoel meer het prijsplafond. Je weet namelijk niet hoe hoog het nog gaat stijgen voor de overheid en wat ze dan moeten betalen. Nee, de gasprijs was fors gedaald, heb ik begrepen. Sowieso, daar hebben we het ook over uitgebreid over gehad, dat die criminele bende, namelijk Goldman Sachs, had ik een rapportje geschreven. Ja, dit waren allemaal paniekprijzen. Ja, dat is ook zo'n probleem dat je aan mensen moet uitleggen dat de marktprijs, of de dagprijs, vaak niets te maken heeft met de lange termijnprijs van goederen. Nee, er zit ook heel veel emotie in. De dagprijs is vaak wat de gek ervoor heeft. Precies, ja. Dus dan moet je op zichzelf, zeker als je lange termijn beleid maakt, niet op koersen. Wat ik wel altijd raar heb gevonden, is dat de dagprijs van benzine op de wereldmarkt, dat altijd de volgende dag doorberekend wordt aan onze pompen. En tegen de tijd dat aanzienlijk minder is, dan is er een veel trager proces. Ja, waardoor komt dat? Geen idee. Ik interpreteer het op dit moment als een vorm van oplichterij, maar hoe het precies zit, weet ik niet. Ja. Maar nog even over Rutte. Kijk, je kunt zeggen, hij heeft niks gedaan, maar hier zijn ze toch wel redelijk assertief geweest. Ze hebben dit er wel doorheen gekregen. Nou, vrij laat. Eigenlijk zijn ze pas op gang gekomen, omdat zeker vanuit de samenleving allerlei signalen waren van, komt er nog iets van? Ja. He? Maar tijdens de vakantie kun je het niet verwachten, want dan is iedereen waarmee ze moeten praten is weg en zegt, doe maar na de vakantie. Ah, zo. Geen onzin. In een crisis is er geen vakantie. Ja, maar hebben toch ook gewoon de podcast gemaakt? Ja. Misschien. Nee, zei toch ook niet van, ik moet met vakantie, dus we doen het even 3 maanden niet. Nee, maar dat doen ze in Den Haag wel. Ja, ken ik wel. Dat is allemaal onhold. Een voorbeeld geven aan deze podcast, dat je bij nacht en ontij, dat je onder de moeilijkst denkbare omstandigheden, terwijl het water aan de lippen staat, dat er toch een podcast gemaakt wordt. Had je trouwens gehoord dat, ik kreeg een appje van John van de Podcast Awards. En die vroeg, wil Maarten genomineerd worden in de categorie mening en maatschappij of wetenschap en educatie? Ik wil helemaal niet genomineerd worden. Nou, volgens mij, hij zit in die organisatie. Je moet jonge, veelbelovende mensen nomineren. Ja, maar mij niet. De luisteraar heeft dit gedaan. Oh, de luisteraars doen dat. Die hebben deze podcast genomineerd. Oh, ik dank u zeer voor de nominatie. Ik vind het hartstikke fijn, maar ik weiger de nominatie te accepteren. Dus we moeten je wegstrepen eigenlijk. Ja, straks heb je weer een gala, een podcastgala. Ja, dat is 14. Moet je weer over de rode lopen met zo'n propellertje voor. Dat gaan we niet doen. 14 november. Dan moet je hem misschien gaan ophalen. Ja, dan ben ik niet thuis. Nee. Maar je wil dus in geen beide. Want volgens mij wordt het nu meningen en maatschappij. Zeg je, ik wil meningen en maatschappij, oké. Ik ben daar. Nee, ik wil niet genomineerd worden. Ik doe mijn nominatie nou over aan veelbelovende jonge podcastmakers. Okay. Daar ben ik erg voor. Ik vind het ook met die literaire prijzen. Het heeft toch geen enkele zin om die Grunberg nou voor de 27e keer een prijs te geven. Doe dat niet. Nee. Veelbelovende jonge dichters, armoedzaaiers waar niemand van gehoord heeft. Dat is ook zo raar in dat literaire wereldje, dat ze voortdurend prijzen geven aan mensen die al decennia wereldberoemd zijn in Nederland. Dat is zo'n onzin is dat. Die hebben dat helemaal niet nodig. Nee.
Ben je wel eens bij de televisiegala geweest? Nee, dat tracht ik als de pest te vermijden. Gelukkig konden we dit. We hebben nu, vanwege dat gala, hebben wij zo'n filmpje gemaakt. Waar mij die pijnlijke vraag werd gesteld, wat ik van die programma's vond. En ik vertelde die al. Ik had er nooit van gehoord, dus ik wist er niks van. Maar De Slimste Mens is nooit genomineerd dat je daar ook naartoe moest? Ik ben wel eens genomineerd als de sidekick van het jaar. Toen zei ik dat ik niet naar dat feest wou komen. En toen hebben ze hier in het Wilhelminapark paviljoen een kort opnametje gemaakt. En de prijs voor de sidekick van het jaar bleek zo'n mini flesje champagne te zijn. Zo'n soort bierflesje met champagne. Dat was het. En waarschijnlijk de eeuwige roem. Ja, dan moet je weten, ik hou helemaal niet van champagne. Het is mijn vaste overtuiging dat ook in de hemel geen bubbeltjes wijn wordt gedronken. Nee. Waar zouden je wel een plezier mee doen dan als award of als prijs? Nee, ik wil dus helemaal, ik wil niet genomineerd worden. Ik hoef ook geen prijzen te winnen. Ik word over 14 dagen, word ik 79. Geef al die rommel aan mensen van 26 of weet ik hoe ze oud ze zijn. Die nog een leuke carrière kunnen maken in deze wereld. Ja. Ja. Oké. Even kijken. Dan hebben we nog eventjes een puntje over de Rabobankbeveiliging. De poortjes. Heb je die brieven nog gezien? Nee, we hebben er brieven over gekregen. Ja, heel veel. Heb ik niet opgelet dan? Ja, een hele... Toen ik in Duitsland was of zo. Nee, dat heb ik gestuurd. Er waren allemaal mensen die het er niet mee eens waren. Die zeggen van, het is juist heel goed dat die poortjes er zijn. Houd toch op met die poortjes. Hoe vaak komt u bij die poortjes? Hoe lang heeft u in de rij gestaan in die stomme hal daar? Zal ik één opmerking noemen van wat iemand zegt? Iemand die in de ICT werkt? Ja, dat is het. Die zegt het is heel belangrijk om te kijken of iemand is ingeklokt en uitgeklokt en hoe lang die dat dan is. Daar wordt het ook voor gebruikt. Ah, want hij zou wel eens heel lang op de wc kunnen zitten en daar in de stortbak een atoombom installeren waardoor het hele kantoor van de Rabobank wordt opgeblazen. Dat is toch vroeger ook helemaal niet zo, komt toch. Waarom vergelijken die mensen dit soort van dingen niet met 25 jaar geleden... door een hond op het idee kwam om een systeem op te bouwen met poortjes, identificatie, dat je min of meer gevolgd wordt door allerlei volk van die bank, ook PR-medewerkers, houd toch op. Het is allemaal voorkomen. Oh, ja, die IT-man is er natuurlijk voor. Die heeft waarschijnlijk het programma voor die klote poortjes geschreven. Waar ze 3 kaartjes voor nodig hadden om ons met dat karretje met die camera er doorheen te laten. Ze kunnen dan zien hoe lang een medewerker of hoe laat hij eigenlijk binnenkomt. Als hij dan te laat komt, ja, dan krijgt hij een... Kijk, bij een medewerker moet je niet kijken. Dat is de prikklok, maar dan op een andere manier in feite. Of de meneer... Kijk, het kan zijn dat die meneer bijvoorbeeld 9 uur in het gebouw geweest is... en geen 9 uur gereed heeft uitgesproken. Behalve kroketten eten, naar vakantiebestemmingen kijken op zijn computer. Zou me nog niet verbazen als er tal van medewerkers waren... waarbij dat wel zo'n beetje klopt. Ik ken ze. Ja, kijk, jij kent ze zelfs. Nou, kijk, ik verzin ze gewoon uit de blauwe hemel. Ja. Want je moet natuurlijk bij medewerkers kijken, wat hebben ze daadwerkelijk afgeleverd. We hebben ook zelfs op het instituut voor geschiedenis is ooit een discussie geweest over de prikklok. Ja, wat zegt zo'n prikklok? Ja, dat je er bent. Dat je misschien in coma ligt, dat kan heel goed, per slotverrekening. Dan zegt die prikkel ook, nou ja, god, hij is wel aanwezig geweest. Maar als iemand in 10 minuten een geniaal artikel schrijft van 1 pagina, wat naar Nature gaat, dan wat kan het je nou god schelen in hemelsnaam of die volgens de prikkel ook wel aanwezig is geweest. Het kost bovendien schatten, scheppen met geld deze systemen. Hou er toch mee op. Ja. Fijn dat u weet dat je bij Jan, Piet en Klaas de hele dag in het gebouw geweest is. Het zegt niets over hun ijver, over hun competentie. 0,0. Oké. Dus je bent niet overtuigd van dit argument? Totaal niet. En zeker niet dat we dan een pasje hadden gekregen voor die stomme deurtjes. Het zijn van die glazen deurtjes die zo hoepie de boepie op en neer gaan. Ja, heb ik nog verteld dat ik in zo'n molentje ben blijven steken op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ja, daar heb je het de vorige keer over, ja.
Jongen, zegt hij, was allemaal van die was dat zo'n draaideur? Ja, zo'n draaideur. Ja. Ja, die hebben ze bij RTL ook inderdaad. Dan moet je in gaan staan en dan gaat hij draaien en dan moet je doorlopen. Ja, en... dat hebben ze ook bij de omroep, hebben ze dat ook allemaal. Ja. Ja, oké. Nee, zeg maar een onzin. Nee. De veiligheidsterreur. Ja. En ik heb toch, dacht ik, omstandig uitgelegd dat als het echt spannend is, dat je dan hebt geleerd als veiligheidsbeambte niets doen, anders word je doodgeschoten. Hè? Ja. Dus dat betekent in alle andere situaties zijn, ja, wat kan dat schelen? Hè, of daar een klein groepje radicale brandnetelverbranders komt demonstreren in de hal, daar kan je toch niks schelen? Nee. En in mijn herinnering, maar ja, misschien ben ik het allemaal vergeten. Ik ben daar jaren geleden eens geweest voor een bezoek, notabene aan de directieverdieping. Die echt een Sodom en Gomorra was, althans in mijn waarneming. En toen was er helemaal geen sprake van deze onzin. Nee. Laat staan dat er iemand van achter de balie kwam om te kijken of ik wel was. He? Ja, op het kaartje, ja. Die kaartje, ja. Hoe was het in Duitsland eigenlijk? Nou, prachtig weer. Dat is natuurlijk voor zo'n reis als dit al van essentiële betekenis. Want ja, als je natuurlijk 6 dagen stortregen hebt, dat is rampzalig voor zo'n trip. En nou ja, we hebben alle bekende dingen hebben we afgevinkt. Leuke dingen ook. De reis gaat eigenlijk over de DDR. En die DDR natuurlijk, die herinneren wij ons allemaal. Nou ja, die herinneren wij ons op een heel gevarieerde manier eigenlijk. Laten we beginnen met wat we nooit hadden verwacht. De nostalgie, zoals dat heet. Dus nostalgie zonder N. Voor de luisteraars. De nostalgie, dat er heel veel mensen zijn van, ach, die DDR, ja, die wordt dan wel zwart gemaakt, maar dat viel ik best mee. En denk nou aan zo'n lief autootje, dat Trabantje en al die rare spulletjes, die we nog hebben van de jaren 50 spulletjes eigenlijk. Dat is eigenlijk als iets je overweldigt eigenlijk, als je je aandacht besteedt aan de DDR, is dat de DDR een van de meest perfecte voorbeelden is van onze materiële ontwikkeling in de jaren 50. Wij zijn vervolgens, niet waar, is de sneltrein in het westen doorgereden. En nu zitten we met al die sociale media en allerlei andere overbodige troep, bij wijze van spreken. Maar daar niet. Die DDR had geen geld. Dus die arme Trabantfabriek, daar werkten ingenieurs die best van wanten wisten. En die ontwierpen met enige regelmaat, ontwierpen ze een nieuwe Trabant. En dat zijn hele leuke wagentjes. En ik denk, nou... Het is helemaal niet slecht wat ze daar bedacht hebben. En dan werd dat voorstel gedaan aan, weet ik veel wie, waarschijnlijk een onderknuppel van het politbureau. En geen sprake van, hè. Ze hebben niet nodig, een Trabant heeft 4 wielen. Er zit kort een kachel in. Je kunt ermee rijden, dus wij gaan geen dure auto's bouwen waar we bovendien het materiaal niet voor hebben en de productiefaciliteiten niet voor hebben. Als je dit wil weten, bijvoorbeeld, ga naar dat ontzettend leuke automuseum in Zwickau. Na de oorlog bleek natuurlijk in de Russische zone, in de Russische bezettingszone, wat later de DDR is geworden, althans na 4 jaar, daar was maar 1 autoproductiebedrijf. En dat had eigenlijk in de jaren 30 vooral kleine DKW's gebouwd met 2 cilinder motoren. Veel simpele motortjes bestaan er eigenlijk niet. 2 takten zijn simpel, in allerlei opzichten onverwoestbaar, maar onzuinig. En er komen hele vieze uitlaatgassen uit. Maar goed, toen was die Volkswagen Käfer natuurlijk een groot succes in het Westen. Dus toen hebben zij dat Trabantje verzonnen, waar ze zelfs de buitenpanelen hebben ze van dat rare spul gemaakt, dat soort van bakkelietachtig plastic, omdat ze geen metaal hadden, omdat ze geen staal hadden. Dus ze moesten creatief daarmee omgaan. Ja, zeker. Ja. Ze hebben ook zelf later gezegd, we hebben heel creatieve spullen verzonnen om. De Russen hadden alle machines uit die fabriek weggehaald. Ze moesten nieuwe machines bouwen, relatief simpele machines. Om daar nog iets te maken. Ja, dat zou nu in Rusland weer opnieuw kunnen gebeuren, hè, met alle stops. Als ze zo doorgaan, wel, ja.
Misschien kunnen ze die trabantes bestuderen natuurlijk. Ja, dus dat viel mij nu toch ook weer heel sterk op. Dat de DDR is de jaren 50. Je hebt zo'n ontzettend aardig museum. Meerdere aardige musea waar ze dan spullen uit de jaren 50 hebben. En dan, je wordt altijd bevangen door een zekere vertedering. Hè? Het is toch dat je denkt, god ja, zo was dat, zo'n radiomeubel. Hè? Of die radio's met al die knoppen aan de onderkant en die schaal waarop dan ook al de gekste steden stonden, waar je nog nooit van hoorde. En twee van die ronde draaiknoppen. Ja, Droitwich stond er altijd op. Wel mooi geluid trouwens kwam uit die dingen. Is dat zo? Ja, ik heb er nog van mijn opa. Voor de fijnstelling zat er een groen oog op. Precies, ja. En dan moest je draaien. Ja, moest je aan draaien, dan als het oog dan nou, al dit soort van spullen. Eentje volume en de andere frequentie. Ja, de eerste televisies en zo. Ze hadden ook automodelletjes. Dat viel me voor de eerste keer op dat je overal modelletjes van die Trabant kon kopen. Trabant is ook een soort cultproduct geworden. Het is zo slecht, draait zo beroerd, dat mensen eigenlijk uit masochistische overwegingen in een Trabant willen rijden. Nou ja, dit alles opgemerkt zijnde, we zijn positief begonnen. Ja, was het natuurlijk een ellendige politiestaat. Het was in feite... Ja, het was een gevangenis en bovendien een door Duitsers georganiseerde gevangenis. Dus het was een overgeorganiseerde gevangenis. En nou ja, ik heb het daar ook gezegd, het was een combinatie van een gevangenis en een psychiatrische inrichting. Zo kun je het wel zeggen. Er waren ook maar heel weinig landen in de wereld waar zoveel zelfmoorden, alcoholisme, andere narigheid voorkwam als in de DDR. Je had natuurlijk ongelooflijke pech. Dat je bevrijd werd door de Russen, maar dat gold voor heel Oost-Europa natuurlijk. En wij mogen ons wel realiseren dat we ongelooflijk geluk hadden dat we door de Amerikanen werden bevrijd. Door de Amerikanen en de Engelsen en Canadezen in het Nederlandse geval. Ja, dat was een enorme geluksfactor. Is daarmee Amerika een paradijs op aarde? Nee, we weten allemaal dat het niet zo is, maar het was wel fijn als je door Amerikanen, Engelsen en Canadezen bevrijd werd en liever niet door het Rode Leger. Dus we doen ook altijd een tripje langs die grenszone. En er zijn een aantal van die uitkijktorens en zo laten staan. En een stukje prikkeldraad. Want het was een beetje een zone. Kijk, de grenszone was 5 kilometer breed. Ja, als je niet door en door betrouwbaar was, dan mocht je niet in die strook van 5 kilometer wonen. En dat natuurlijk over een lengte van duizenden kilometers. En dat moet je wel realiseren. Liep het echt helemaal van noord tot zuid? Ja, ja. En eigenlijk beginnen ze al met laten we zeggen, het hek te bouwen in 52. Dan stelt het nog niet veel voor. Dan is het gewoon een prikkeldraadhek en zo. En ja, stap voor stap. Het is ook heel begrijpelijk dat ze dat gedaan hebben. Om de vrij eenvoudige reden dat je eruit kon. Als je eruit kon, was natuurlijk, je dacht bij jezelf, ik heb het voorbeeld vaak gegeven. Je studeerde tandheelkunde in Leipzig, prima universiteit. En zodra je afgestudeerd was, vertrok je naar het Westen. Ja. En niet alleen tandheelkunde, maar alles. Iedereen die iets kon, waarvan hij zeker wist dat het in het Westen welkom zou zijn, is naar het Westen vertrokken. En dat is tenslotte, nou ja, dat is het bekende incident van augustus 61, dat ze tenslotte in wanhoop een muur bouwen. En door die muur in feite aan de hele wereld laten zien dat het communistische paradijs, het arbeidersparadijs, in feite een reusachtige gevangenis is. De grootste gevangenis ter wereld. Je kon in West-Berlijn op zo'n verhogingje klimmen, op zo'n plankiertje kon je klimmen. En dan keek je dus, nou ja, voor je neus lag die zone waar je doodgeschoten werd, dat je daarin terecht kwam. Ze hebben tenslotte aan de muur zo'n 1340 of 50 mensen doodgeschoten. Die probeerden er overheen te komen. En natuurlijk honderden ongelooflijk amusante verhalen van mensen die tunnels hebben gegraven, met luchtballons eroverheen hebben gevlogen. Geprobeerd hebben met zware vrachtauto's er doorheen te knallen. En dan gaan ze maar door. Ja, je moet het je maar voorstellen natuurlijk dat je in een gevangenis woont. Maar als je dus iets verder keek dan die zone voor je neus vanaf het plankier, besefte je als je daar stond,
ik kijk in de grootste gevangenis ter wereld. Die gevangenis die houdt straks niet op na 200 kilometer of na 1000 kilometer. Nee, die gevangenis loopt door tot Vladivostok. Een afschuwelijke stad in velerlei opzichten. Wie vertelde mij nou toch dat al die Russen die nog iets betalen konden uit Vladivostok dan vakantie gingen vieren, ook geloof in Zuid-Korea, zoiets dergelijks. Ja. Want vluchten via die kant was geen optie. Dat je dacht van ik kan niet via het westen kan ik weg, dus ik vlucht. Nee, daar heb ik eigenlijk dat misschien dat best kon, maar dat, ja, het probleem is dat je het hele land vaak niet uit kon. Nou, je kon met vakantie geloof ik naar de kust van de Zwarte Zee in Roemenië. Maar of je daar dan ook in de gaten, nou, hoe dan ook, het was praktisch onmogelijk om te verdwijnen. Ja, uit het land te verdwijnen, ja. Wat had ik ook nog meer zeggen? Nou ja, dat het een regime was wat begreep dat als ze gewoon aan normale principes zouden houden van het beheer van een natie, dat ze in no time, dat er niemand meer gewoond zou hebben. En wel beschouwd, je hebt natuurlijk, als je even kijkt naar het territorium van de oude DDR, dan zie je natuurlijk in Saksen daar beneden, daar is nog wel wat activiteit en daar wonen nog wel mensen, dat is nog steeds zo. Maar voor de rest is de voormalige DDR, Mecklenburg-Voorpommern, daar staan eigenlijk alleen windmolens. En dan heb je Thüringen, waar ze helemaal een beetje van de leg zijn, zou ik maar zeggen. En naar het uiterste noorden, Rügen, een hartstikke mooi eiland overigens. Ja, daar wonen ook vaak praktisch geen mensen. We hebben het een heleboel. Ik denk dat in de DDR-tijd, laten we zeggen, zijn geloof ik 2 miljoen mensen naar het westen vertrokken. Maar ook na de val van de muur zijn nog eens een keer 1 miljoen mensen naar het westen vertrokken. Nou ja, verder hebben we natuurlijk Leipzig bezocht en Dresden bezocht. En ja, god, de algemene opinie is natuurlijk in het westen dat de DDR dat verschrikkelijk is vanwege de AfD en zo. Maar ja, de steden bloeien. Ja, dat kun je niet anders zeggen. Leipzig is een prachtstad. Dat draait als een tierenlier. Ze kunnen er zelfs voetballen, hè? Dat wordt toch iedereen, weet je wat tegenwoordig de allerbelangrijkste menselijke activiteit lijkt te vinden. Dus ja, dat is het. Het is het gemengde beeld. Het is de jaren 50 en het is tegelijkertijd alles wat er fout kon gaan in een land. Wat in feite een gevangenis was geworden. Ja. Heb je ook nog iets nieuws geleerd? Heb ik iets nieuws geleerd? Ja, ik ben naar dat grootste schilderij ter wereld geweest. Dat is ooit geschilderd door meneer Tübke. Dat moeten mensen maar eens even opzoeken in de Wikipedia. Dat is een. Panorama Mesdag. Maar dan is het somber. En het is ongeveer 2 keer zo groot. Althans, het maakt op mij de indruk van aanzienlijk groter te zijn dan het panorama. Het is een panorama. En nu is het interessante van panorama's dat vroeger, en nu zijn er dus in heel Europa geloof ik nog naar dit nieuwe ding, want dit is spiksplinter, nou ja, is in de jaren 80 voltooid bij mij weten. En natuurlijk panorama mesdag. Ik begreep dat dat nu in de revisie gaat, dat hersteld zal worden voor zover het aangetast is. Ik moet zeggen, iedereen die nooit in Panorama Mesdag is geweest, dat is de straat in Den Haag. Ga kijken, alle kinderen vinden Panorama Mesdag leuk. Het is ontzettend leuk. Maar vroeger waren die panoramas, er waren er honderden in Europa. En dat kwam natuurlijk omdat er geen bioscoop was. Een panorama is een beetje een soort stilstaande bioscoop. Ben je ooit in Panorama Mesdag geweest? Nee. Jongen. Dan gaan we een keer een podcast maken in het midden van Panorama Mesdag. Waar je dus kijk het hele panorama zichtbaar is, zal ik maar zeggen. Het is echt geweldig leuk gedaan. Een beetje zand zo. En dan, dus, nou, deze meneer Tübke die heeft daar een in allerlei opzichten vrij gruwelijk panorama geschilderd. Wat een combinatie is van christelijke heilsboodschap, wereldgeschiedenis, de slechtheid van de mens, de goedheid van de mens. Nou, je kunt zo gek niet verzinnen, het staat er niet op. Ik
Ik heb daar een half uurtje aan gezeten. Ik heb 3 boekjes gekocht, maar die moet ik nog lezen. Maar mocht u in de buurt zijn, ga kijken naar het panorama van Tübke. Wij waren al eens eerder geweest naar dat idiote Kiefhäuser monument. Wat in de late 19e eeuw is gebouwd. Ook daar geldt voor, mocht u in de buurt zijn, mis het niet. Het is een wonderlijk monument. Als u staat te kijken naar de ontwakende Barbarossa, want dat is de centrale figuur in dat monument. En u kent Tolkien, dan zult u zeggen, dat is Durin. Met die idioot lange baard en zo. En Durin, laat ik niet afdwalen. Dus even kijken, hebben we verder nog iets nieuws gedaan? Ja, je hebt een praktisch elke plaats is een museum waar men laat zien hoe erg het was. Waar ook dus die jaren 50 sfeer onvermijdelijkerwijs hangt. Ik vind het altijd leuk om te doen, kan niet anders zeggen. Ja. Leuke bezoekers ook mee? Het was een bijzonder aardige groep. Nou moet ik zeggen, hebben we ooit een vervelende groep gehad? Nou, niet echt, nee. Er was een reisgat die wat minder functioneerde om alle redenen waar ik nu niet in zou treden. Dat betrof eigenlijk de Normandische stranden en de landingen die daar in 1944 hebben plaatsgevonden. Ook al die piepkleine, miserabele Franse stadjes waar ze eigenlijk nog blij zijn over die landing, omdat ze daar ook weer een museumpje hebben. Oh ja. Briefkaarten en een snoepwinkel met een portretten van Eisenhower erop, zal ik maar zeggen. Ja, dat heeft iets intens droevigs, dat je... Nou ja, maar op zichzelf, ze leven daar wel. Het verleden speelt toch een belangrijke rol. Ja. Kunnen we even kijken naar wat vragen? Dan komen we vanzelf misschien nog wel wat onderwerpen hierover tegen. Geef jij wel eens iets aan zwervers, was een van de vragen. Ja, zelfs vrij vaak. En hoe doe je dat dan? Gewoon als in mijn portemonnee te kijken en als ik dan 2 eurostukken heb en het wonderlijke feit doet zich voor, dat zal iedere Nederlander toch wel bemerkt hebben, dat je altijd veel meer 2 eurostukken hebt dan 1 eurostukken, dan geef ik 2 euro aan een zwerver. Ja. Ik heb een keer mijn zwerververhaal nooit verteld. Nee. Ik werd aangesproken in de burgemeester Eigenstraat door een zwerver en die zei, ja, dat is het bekende verhaal en van... Ik heb vannacht geen onderdak en ik moet net het zwervershuis, dat schijnt dan ook nog wel 2 euro te kosten of zo. Heeft u voor mij niet een klein dingetje, een bedragje? Nou, ik maak de portemonnee open, ik zoek naar een 2 euro stuk. Ondertussen kijkt hij belangstellend in mijn portemonnee. En toen zegt hij tegen mij, u kunt heel wat meer missen. Dat vond ik als zelf aan geesten. Ik zei, nou, dat maak ik zelf wel uit, maar toch, ik zal het nooit vergeten. Niet. Mooi, een assertieve zwerver was nou, dat. Nou, een hele assertieve zwerver, ja. Zo assertief dat ik dacht, waar bemoei je mee? Wees blij met die twee euro's die ik gegeven heb. Ik kan me nog een hele vrolijke, karakteristieke straatverkoper van de straatkrant herinneren op het station in Utrecht. In het oude Hoogkaterijnen. En ja, iedere student kende die man. Want die was altijd heel vrolijk en die stond aan de straatkant te verkopen. Dus je hebt ook types bij die er wel echt zin in hebben. Dat denk ik wel, ja zeker. Je had een tijdje, dat vond ik zelf een ontzaglijke vondst qua bedeltechniek. Dat je hebt natuurlijk in Amsterdam, kun je als je in Centraal opstapt, stoppen eigenlijk alle treinen in Amstel. En hetzelfde situatie bestaat in Rotterdam, namelijk dat alle treinen die uit Centraal daar vertrekken, richting Utrecht bijvoorbeeld, waar ik dan natuurlijk in zit, stoppen op het station Alexander. En of die lui naar elkaar ingezijnd hadden, ik weet het niet, maar ik zag het voor het eerst in Amsterdam, dat de trein was, de deurtjes waren dicht, de trein kwam op gang, en er kwam iemand de eerste klas coupé, ik reis altijd de eerste klas. Dan zit je maar met dronken pubers en zo. Dat is ook niet aangenaam. Zeker op die tijdstippen dat ik er dan in zat. En toen kwam een man. Die kwam de coupé binnen. Deed dat deurtje dicht. Of er nog een deurtje is. En die posteerde ze daar. Zei, ja, dames en heren, ik doe dit ook niet graag. Dat moet u wel beseffen. Maar ik wil u toch eens even toespreken over die kwestie van... Een extra centje voor mij en mijn vrienden. En dan had hij nog een hele riedel had hij daarbij en daarna kwam hij geld ophalen.
En ik denk, daar moet je toch moed voor hebben om zo'n... Het was eigenlijk een soort toneelvoorstelling. Dus ja, die heb ik ook wat gegeven. En toen zag ik tot mijn verbazing kort daarna dat dezelfde truc werd toegepast in Rotterdam. Idem dito, dames en heren, ja, u begrijpt, ik vind dit ook niet prettig dat ik hier moet gaan staan en u moet toespreken en bovendien dat u dan nog iets moet geven. Nou, bip hetzelfde. Dus daar heb ik ook al wat gegeven, ja. Ik heb ook in de DDR weer en bij al die dingen zit. Ik zou maar zeggen, naast de vrouw een keertje in Dresden. Hè, dat is een herbouwde kerk. Dat is zelf wel interessant, een barokke kerk. Voor protestanten gebouwd. Prachtige kerk, ik kan niet anders zeggen. Prachtig. Ja, daar zat ook een mevrouw die bedelde. Die heb ik ook iets gegeven. Ja. En ja, ik had ook nog een incidentje. Dat ook weer een bedelaar, dat ik vond het heel zielig. En ja, ze bleef ook weer een vrouw. Ze bleef me aandringen. Ik zei, ja, sorry, maar ik heb geen geld. En ja, je zag te denken, ja... Vuile leugenaar, hè? Ik heb geen geld. Maar ik had helemaal geen klein geld, 0,0. Dus toen heb ik haar een blik in mijn portemonnee gegund. Toen heb ik nog mijn huissleutel voor haar opgehouden. Ze zei, nee, die hoefde ze niet te hebben. Nou ja. Ja, dus ik geef met enige regelmaat geef ik geld aan. Er zit geen enkel systeem in mijn geval. Oké, maar je doet het wel af en toe. Dus dat, je hebt hier ook het leger des Heils zitten, hè, in Utrecht. Ja, die hebben een heel nieuw monsterachtig lelijk gebouw gezet hier in de buurt. Bij de kardinaal de Jong single is dat, ja. Ja. Nee, ze hebben hier in de buurt ook een nieuw gebouw gezet. Ook nog, oké. Hoepie de boepie. Ik heb laatst gelezen wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn, moet dit veranderd worden. Want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes. Eén op de drie Nederlanders ligt op dit moment met plafonddienst in bed. Mijn naam is Julian Jachtenberg en mijn missie is om Nederland beter te helpen slapen. In de podcast van C-Level ga jij leren welke praktische tips je deze week nog kan toepassen om de beste nachtrust ooit te ervaren. Check de link in de show notes en slaap lekker.